Bij... Wow, wat is dit? Hoeveel? Wat gebeurt dit? Yes, goedemiddag dames en heren. Leuk dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe video van Nieuwsgierig. De verkiezingen staan voor de boeg. Ja. Dus dan weet je het wel, hè Martijn? Ja, wie gaat het worden? Ja, waarschijnlijk... Gewoon weer de VVD. Waarschijnlijk weer de VVD inderdaad. En blijft Rutte minister-president. Misschien moeten we toch maar even een momentje stilstaan bij het feit dat de beste man al 11 jaar lang minister-president is, hè? Ja, dat is de reden waarom ik hier met een collectebus sta. We gaan namelijk geld ophalen om deze beste man te bedanken voor de afgelopen 11 jaar. Want je kan heel veel over deze man zeggen, maar hij heeft ontzettend zijn best gedaan. En wat zo mooi aan deze man is, hij komt gewoon elke dag heel nederig op zijn fietsje. Inderdaad. Is Nederland bereid om een donatie te doen om vervolgens een dankjewel Mark Rutte cadeautje te kopen? Oftewel... In de vorm van een fiets. Ja. Wij zijn geld aan het ophalen voor onze lieve premier. Hij heeft een zware periode achter de rug. Hij heeft toch 11 jaar in ieder geval zijn best gedaan. Welke mening je dan ook hebt over hem. Heb jij misschien een donatie voor deze oude doorzetter? Nee, sorry. Heb ik niet. Goed, we staan in Laren, a.k.a. het dorp van de welvaart. Mijn roots, waar ik vandaan kom. En je ziet het meteen al. Er wordt flink geadverteerd vanuit de VVD. Ik ga even kijken of mensen hier gul genoeg zijn voor een cadeautje voor Mark. Mark Rutte. Ja, het is voor Mark Rutte. Nee, gewoon niet. Ja, voor Rutte. Voor Rutte. Daar. Ik denk het niet, man. Nee. Nee? Nee. En waarom niet? Nou, ik ben hem een beetje zat. Nou ja, sowieso sta ik niet helemaal achter niemand zeg maar van hun. Nee, dankjewel. Nee? Daar gaan we niet mee. Hoezo niet? We hebben geen fan van Mark. Helemaal niet. Nee. Nee. Nee, ik wil niet doneren. En waarom niet? Laat het aan de toeslagenaffaire mensen geven. Kijk wat je met de zorg gedaan hebt. Ik ken toch ook niet de GGZ en zo en dat soort dingen. Maar bezuinigen en zo. Ik ben al laat van de afspraak. Ja, nee, maakt niet uit. Ik ren met je mee. Denk anders achterop? Nee, ik moet echt gaan. Sorry. Ja, oké. Okay. Ik heb alleen pimpels bij mijn mond, sorry. Nee, maar ik hou van je YouTube-kanaal hoor. Wat zeg je? Leuk YouTube-kanaal. Ja, dat wel? Ja. Maar Mark Rutte die verdient geen geld. Nee. Je bent het niet eens met zijn kroonbeleid waarschijnlijk. Nee, ik vind meneer Rutte een heel aardige man, maar ik denk dat ze langs de tijd als premier wel geweest is. Nee, dat doet niet van. Jij bent echt een grappenmaker. Toch? Heb jij misschien een bijdrage? Het gaat direct naar Rutte. Alleen als je echt een fiets voor hem koopt. We hebben 50 cent. Denk ik. 50 cent? Nou, Rutte, je hoort het. Zo, kijk eens. Dubbelaar. 2,50 euro, alsjeblieft. 2,50 euro, dankjewel. Ik heb zeker een bijdrage, alleen geen contant geld. Die zag ik aankomen. Stuur me een tikje van 10 euro. 10 euro? 10 euro. Jezus, jongens. Dit gaat de goede kant op. Een vermogensgelder ga je niet worden, maar misschien een leuke tweedehands gezelle. Oh, je bent een topper. Kijk eens even, Mark. Ben je fan van Mark Rutte? Nee, ben jij gek? Nee? Ben jij gek? Maar dit gaat naar Mark Rutte. Dit is voor een cadeau. Dat is toch mooi? Ja? Ja, het is mooi hoor. Nou, heel erg bedankt. Nou, geweldig. Voor hem? Ja? Nou, ik denk het niet. Nee? Nee. Super, hij verdient het, die man. Hij is een harde werker en hij doet het erg goed met de coronaperiode. Maar soms zijn de meningen er nog wel eens over verdeeld, hè? Ja, maar als jij iemand mee hebt gemaakt die corona heeft gehad en weet hoe slecht hij is geweest, dan praat je wel anders. Tot zover mijn werk in Laren. Ik moet heel eerlijk bekennen, de rijksten hebben niet gedoneerd. Nee, het waren echt de mensen uit de arbeidersklasse. Nou, Laren, je komt er weer mooi bedrogen uit. God, jongen, wat zijn ze hier toch hier? We zijn hier geld aan het ophalen, dat is niet te doen. Dat is niet te filmen. Zo, wat doe jij? 20 euro. Dat is goed zo. Heb je geld te veel? Nee. Ik wil niet zeg maar stoken, maar degene voor jou gaf 20 euro. Niet dat je nu daar overheen moet, maar ik zeg het gewoon. Wauw, ik heb volgens mij geen muntjes bij me. Oh, dat is echt gênant. Super gênant. Ook niet 50 euro vallen? Nee, ik heb alleen 100 biljetten. Want ik ga naar de Gucci store nu. Hij kan wisselen. Nou, gaan we samenwerken. Ja, toch? Wat gaan we doen? Wisselen. Wow, wat is dit? Dat doen we niet. Wat is guy? Hoeveel? Wat gebeurt hier? Wat? Maar jongens, wat doen jullie allebei? Nu ben ik heel benieuwd. Ja, dat werken. Dit is de Amsterdam-Zuid, dit. Het is een Zuidas. Ja, maar hoezo heb je al die vlammen bij je? Nou, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ja, werken jullie samen? Nee, we werken niet samen. Ik ken het niet. Maar ik vind het wel een hele lieve gozer. Ik vind het wel echt, ik vind jullie ook heel lief. Ik denk dat Mark Rutte ook ontzettend blij met jullie is.
Zij hij nu ziet dat jullie keihard belasting aan het ontduiken zijn, maar hè? Nou, zo gaan we van Laren, een chic wijkje, naar een wat meer volksere wijk. Ik moet zeggen, in Laren waren de arbeiders wat meer bereid om te betalen. Dus ik heb goede hoop van de Schilderswijk. Geld heb ik niet. Nee? Ook niet voor een cadeautje voor Mark Rutte? Nou, daar helemaal niet voor. Hoezo dat niet? Je dat aan mij durft te vragen van Mark Rutte. Is toch de grootste leugenaar van Nederland? Ja, nee, Mark Rutte geef ik helemaal. Ik ben al gierig, maar Mark Rutte gaat het niet worden. Ik heb geen muntjes. Geen muntjes? Ik kan ook geen briefje van 50 erin gooien, maar maar misschien kunnen we wisselen. Ik heb vijfje. 5 euro, schijnbedrieg. Dat is eigenlijk 2 euro. Ik heb hem net 3 euro teruggegeven, maar top man, dankjewel. Wil je nog wat zeggen tegen meneer Rutte? Het is een toppresident, maar ik wil wel af van deze corona. Ik vind wel dat ze moeten harder vaccineren. Mag sneller ophouden dit. Het is niet meer leuk. Nee. Iedereen is depressief geworden, man, door dit. Ik zit met vol stress, want er komt examens aan. Ik heb helemaal geen stof geleerd. Ik zit met volle stress thuis. Zometeen kan ik mijn hele examen thuis halen. Maar heb jij niet thuis les gekregen? Tuurlijk krijg je thuis les, maar het is niet zoals op school. Gelukkig wordt er heel hard aandacht gestuurd door mijn juffrouw, docenten en meesters en juffrouws op school. Daarvoor wil ik wel bedanken. Krijgen wij toch wel wat tot voor het examen. Nou, je hoort het, Mark. Hey, hartstikke bedankt. Hè. Eet lekker je croissantje op. En bedankt voor je donatie. En van de Schilderswijk, waar we toch nog even een paar eurotjes hebben meegepikt, gaan we weer door naar het Binnenhof. Ik sta nu voor het torentje. We gaan hier gewoon even de paden van het Binnenhof afstruinen voor een paar centen. 20 cent? Ja. Dit is wat jij, Mark Rutte, waard vindt. 2 euro. Ah, dit is super. Heel erg bedankt. Kijk eens even. Nog een keer 2 euro. Dit gaat lekker. Oh, top zeg. 4 euro? Jeetje. En dat van een student zijn jullie, denk ik. Veel plezier met die nieuwe fiets. Jullie hebben geen cent over voor meneer Rutte? Kijk, is een vrijstelling voor Mark Rutte, voor zijn eigen regime. Een vrijstelling. Doe je zelf ook een tikkie stuur? Ja. Of heb jij zoiets van... Willen wij graag, wij willen er wel bij zijn. Hebben we dat al gedaan? Moet nu dan, hè? Moeten wij dan even... Oh ja, ja. Gaan jullie even zo? Ja. Oh ja, tuurlijk. Ik vind dat een super nobel doel. Ik ben het niet altijd eens met zijn standpunten. Nee, maar hij staat er wel 11 jaar. Ja, precies. Kan het ook met een tikkie? Zeker, ja, kijk. Oh, hij valt net uit. Jezus, ik voel me echt een opa. Nou, heel erg bedankt in ieder geval voor de bijdrage. Graag gedaan. Hele fijne middag. Werk ze nog? Yes. Ja, Nelis. We hebben geld opgehaald. Ja. Ik weet nog niet precies hoeveel. Nee. Echt belachelijk veel heb ik. Ik verwacht echt dat we echt heel veel geld erop gaan. Ja, met jouw drugsliedjes erbij inderdaad. Hoe waren ze het gooi? Ja, het gooi waren ze gierig als altijd. Het gierig als altijd. Daar zijn wij geboren, dus we kennen het. Laten we hier een fietsje op de kop tikken. Ja, kijk eens, goedemiddag. We willen een fiets op de kop tikken voor de premier. Oké. Okay. Als dankjewel cadeautje voor de afgelopen jaren trouwe dienst aan ons land. De vraag is, ja, hoeveel geld hebben we opgehaald? Hij heeft iets op een hele dure fiets, Koga Miata. Oh, is dat zo? Is dat zo? Ja, ik zag hem laatst op de foto. Dus daar moeten we overheen? Daar moeten we overheen. Ja, dat is prima, dat is geen probleem. Laten we even kijken wat we hebben. Hier, deze herken ik nog. Ja. Dit was van mijn dealervriendjes. En ik heb ook nog geld. Qua tikkies heb ik even gepint. Even kijken, dit is 45, 60, 100, 100, 102, 103. Dit is niet zoveel, hè? 106. 106, nou het wordt geen Kawa Miata of hoe het ook... Maar wat komt een beetje in onze prijsklasse? We moeten dan naar kijken. Zo'n heb ik, Ja, dit is te goedkoop, dit is 100 euro. We hebben 106 euro. Even kijken. Deze. Oeh, die is mooi. Die is wel echt mooi. Die is heel nice. Dit was 100 dag, dus ik doe ook mee. Oh echt? Ja. Jij doet ook wat sponsoring. Nou. Oh, maar dit is een toffe fiets. Dit is echt een hele mooie fiets. Is het ook een herenfiets? Hey, nou ja, wij zijn heel blij. Heel erg bedankt 020 Fietsen dat er ook nog even vanuit jullie kant wat wordt gesponsord. Ga ik deze aan u geven? Ja. Ik heb het geteld, maar ik zou het toch altijd even checken als ik dat bestel. Weet je wat misschien wel handig is? Nou? Om een mondkapje aan te Nee, om even een afspraak te maken met de assistent van Rutte. Dat we gaan even er is contact wel, heb ik begrepen. Ja, we moeten even een officiële persaanvraag doen. Ja.
Want dan weten we wanneer die zich waar begeeft en dan kunnen we die fiets aan hem persoonlijk overhandigen. Laten we even gaan bellen dan. Oké. Okay, ik heb antwoord gekregen van de assistente van minister-president Rutte. En dat is niet helemaal het antwoord wat ik had gewild. Ze heeft namelijk gezegd dat, hoe mooi de geste dan ook is, dat Mark deze niet kan aannemen. Omdat er op dit moment mensen zijn in de maatschappij die het veel zwaarder hebben door de coronacrisis dan hij zelf. En daarom denkt hij dat het een beter bestemmingsplan verdient. Nou, ik vind het een heel nobel antwoord. Ik begrijp het ergens ook absoluut wel. Alleen we zitten natuurlijk wel met het probleem dat er heel veel mensen nu iets gedoneerd hebben in de bus. Met het idee dat dat naar een cadeau voor Rutte ging. Daarom moet ik hem een nieuw bestemmingsplan geven. En daarom heb ik contact opgenomen met Stichting Z. Die verzorgen de straatkrantjes voor de daklozen in Amsterdam. En als het goed is, gaat Ian deze fiets krijgen. You must be Ian, right? Yeah. Well, nice to meet you. This is the bike. I've heard you don't have a bike yet. No, not yet. So this will be a welcome present for you. For myself, yeah, and the others. We'll kit it out for the Declosure Club magazine and use it around Amsterdam. Do you like the bike? Yeah, brilliant. Yeah? Fantastic. And I've heard the minister-president of the Netherlands also bought a small paper over here. So indirectly, this is the person who gave you the bike. Thank you, Meneer Mark Rutte, and thank you for letting me live in Amsterdam in the Netherlands. I hope you will have a good time with it. I will. Enjoy the bike. Well, have a good one, buddy, and take care. Thank you. All right. Bye-bye. Goed, Ian die heeft de fiets in ontvangst genomen. Maar volgens mij is hij er heel blij mee. Ik zag hem lachen. Hij is de fiets aan het uitproberen, dus volgens mij heeft dat nu gewoon een geweldig bestemmingsplan. Mark Rutte, bedankt dat je dat door heb gegeven. Ja, dat was het maar weer voor deze week. Laat even weten wat jullie van de video vonden. Zou jij zelf geld doneren voor een cadeautje aan de premier? Laat even weten in de comments. Volgende week zijn we gewoon weer bij met een nieuwe nieuwsgierige vraag. En vergeet niet te liken en te abonneren. Later!